Welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Hoogte, waarin we alles volgen wat er in en rondom Van der Valk Hotel Tiel gebeurt. Vandaag laten we ons verwennen in de gloednieuwe Savade Spa van het hotel, wat zojuist is geopend. Zo mooi als de Savade Spa gaat ook het zwembad worden, maar daar is nog een hoop te verbouwen en te renoveren. Maar gelukkig ligt alles op schema en de tekeningen zien er mooi uit. Met zelfs een sportcafé en mogelijk ook een beachvolleybalveld op het terras. Dit is het voormalige restaurant en daarvoor was het het zwembad. Hè, bekend bij laten we zeggen, alle inwoners van Tiel. Na een aantal jaren het zijn zwembad te zijn geweest, is het een restaurant geweest de afgelopen 12 jaar. En wij maken hier weer terug in, meer als oude glorie herstellen we het zwembad weer. De vloer die nu over het bestaande waterbassin is voorzien, wordt verwijderd. Dat betekent dat het zwembad dus weer zwembad wordt. Het perron wat om het restaurant heeft gezeten, dat wordt weer perron, dus loopbaar. En de oude vloer wordt verwijderd en dat wordt water. Dit wordt gerealiseerd vanaf heden tot aan de bouwvak. Dat betekent dus dat kort of in de bouwvak hier gezwommen kan worden. Mei is het moederdag. Ja, dat was je vergeten, hè? Nou, wij niet hier in Hotel Tiel. We hebben hier in onze Chicho Bar een heerlijke high tea voor alle moeders en dochters. De high tea bestaat uit allemaal lekkere, zoete en hartige hapjes. We hebben ook thee uit 5 verschillende soorten landen. Naast de thee hebben we natuurlijk ook een kopje koffie of een heerlijke verse smoothie. Ja, we hebben zelfs een extraatje voor alle moeders. Hoeveel ras jij aan? In de volgende aflevering geven we je een kijkje bij een geheime meeting over de inrichting van de gloednieuwe skybar van Hotel Tiel. Tot dan! Nee, dit is nog exact.